Het Tilburgse poppodium 013 wil flink uitbreiden en daarom heeft het de gemeente om extra geld gevraagd. Volgens 013 is de uitbreiding nodig omdat anders het voortbestaan van de poptempel in gevaar komt. 013 wil de komende 2 jaar rigoureus gaan verbouwen. We willen het in 2 delen doen. Eentje, dat klinkt heel dramatisch, maar daar gaat het wel om te zorgen dat we overleven. En dat gaat over dat wij een verbouwing aan willen gaan, maar om onze kleine zaden die niet rendabel te exploiteren zijn, naar een grotere zaal van ongeveer 700 mensen te maken. En daarmee kunnen we ook een ander segment bands, waar we nu net te klein is voor de grote zaal en te groot is voor de kleine zaal, kunnen we dan wel kwijt. Maar uiteindelijk willen we onze grote zaal uitbreiden met 1000 man extra. Maar op zo'n manier die inricht dat die voor allerlei bezoekers, categorieën van bands, interessant is. Door de verbouwing kan 013 beter concurreren met andere concertzalen en daarvoor is 7 miljoen euro nodig. 013 heeft de gemeente gevraagd de jaarlijkse subsidie te verhogen van 700.000 naar 850.000 euro.